President Chandrika Prasad Santokhi heeft aangegeven dat per 1 oktober de commerciële vluchten vanuit Nederland worden teruggedraaid naar COVID-vluchten. Het staatshoofd zei dat donderdag tijdens zijn scholenbezoek. In Suriname zijn er 79 actieve gevallen. In de afgelopen 24 uur zijn er 8 nieuwe gevallen geregistreerd en 13 personen zijn genezen verklaard. De teller voor COVID-doden staat op 105, terwijl er 6 personen op de ICU liggen. Santokhi zegt dat was afgesproken dat er 1 vlucht per week zou zijn, maar dat komt te vervallen. Zaterdag hadden we nog beslist dat de commerciële vluchten zouden toestaan 1 per week per maatschappij. Maar we kregen net verslag dat het enorm stijgt in Nederland en we net besluit genomen als regering af van die commerciële vlucht. We gaan terug naar COVID-vlucht, repatriatievlucht. Alleen mensen die terug moeten komen onder zware voorwaarden, strenge controle, die mogen dan terug. U ziet wat COVID doet. Nou, dat is een paar dagen geleden vrij en nu weer paps. Laten we hopen dat het hierdoor gaat met die daling. Dat er meer normalisatie komt, meer vrijheid komt. Ik als president bepaal dat niet. Jullie bepalen dat. Jullie bepalen hoeveel vrijheid er gaat komen, hoeveel normalisatie het gaat komen. Als jullie houden aan de regels, als iedereen zich houdt aan de regels, dan ga je zelf merken dat er minder besmettingen gaan zijn. Totdat we zeggen het is fully under control. En dan kunnen we volledig die normalisatie inzetten. President Chandrika Prasad Santokhi. Hij heeft aangegeven dat de commerciële vluchten vanuit Nederland per 1 oktober worden teruggedraaid naar COVID-vluchten. Dat is besloten vanwege de tweede coronagolf en de stijging van het aantal besmettingen in Nederland.